75 jaar bevrijding, ook in Neren. Heel veel activiteiten zouden er worden georganiseerd. Of ja, die waren eigenlijk al georganiseerd. Maar die nam er aan van het stichtingscomité. Hoe heet jullie precies? Stichting 4 en 5 mei comité in Neren. Neren, ja. En jullie zouden echt van alles gaan doen. Er zou nog van alles komen en er zou ook al van alles gebeurd zijn. Maar ja, de coronacrisis heeft behoorlijk roet in het eten gegooid, zeg maar. Helaas. Het begon al met de herdenking van het overlijden of verongelukken van Edward Foster bij het monument. Daar konden we geen grote happening van maken. We hadden ook een herdenkingsbijeenkomst in de grote kerk. Zijn alleen als comité hebben we een bloemstukje neergelegd en een fotomoment. En dat was alles wat we konden doen. En daarna was natuurlijk het grote feest wat zou gebeuren op 1 april al. Met de expositie die we zouden openen, samen met de historische kring in de Allesmederijen. Want 1 april, eerste paarddag 1945, reden hier op de Borgloze Weg de tanks en de voertuigen van de Britten. En toen was Neder bevrijd van Nazi-Duitsland. En dat willen we graag herdenken. En dat ging helaas niet door. En dat herdenken hebben we natuurlijk met z'n allen wel gedaan, maar ja, allemaal op onze eigen manier. Het kon niet groots gevierd worden. Jullie zijn hier natuurlijk ontzettend lang mee bezig geweest om dat voor te bereiden. De reden is volledig duidelijk waarom we die kant, dat begrijpt iedereen. Maar het is wel flinkbalen, neem ik aan. 1 april hebben nog wel een enkele ondernemers en ook mede naar de vlag uitgestoken. Sommige mensen deden dat met de Nederlandse vlag. En enkele mensen hebben het ook met de Britse vlag gedaan. Dat vonden we natuurlijk ook wel heel passend, omdat de Britten ons hier in Neder en omstreken bevrijd hebben. Maar wat niet is, dat kan niet. En we hebben daar gelukkig wat wel door is gegaan. Dat is deze fietsroute en ook een wandelroute. Mensen die willen fietsen of wandelen, hebben we overal wat informatie voor in het boekje staan. Maar ook op een twintigtal plaatsen een informatiebordje. Zodat, ondanks dat mensen een keer een frisse neus willen halen, een ommetje willen fietsen of een ommetje willen wandelen, dat kunnen ze nog doen. En in de Tubantia werd het genoemd een opluchtexpositie. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk wel heel mooi gevonden. Want ja, mensen kunnen op deze manier toch nog wat opdoen wat er in zeg maar 75 jaar geleden hier in de omgeving gebeurd is. Ja, dat boekje wat jij nu in je hand hebt, waar is dat verkrijgbaar? Dat is verkrijgbaar bij de streekwinkel van Herbert Leuzenkamp, Oudestraat 45. Nou, daar kunnen jullie dus allemaal zo'n boekje ophalen, kun je een lekker rondje fietsen of wandelen. Dat mag allemaal nog en, wel. En misschien, dit begint bij de Allesmederijen op het kruispunt Borgloosweg en de Oudestraat en de Ruwenhof, Rabenburg. En het eindigt hier op de Borgloosweg ook weer natuurlijk bij de Allesmederijen. En daar kom je ook langs bij Bakkerij Stroet. Dus mocht je een beetje aan het einde van je Latijn zijn en energie op hebben, ben vast van overtuigd dat je hier binnen nog iets kunt krijgen. Ongetwijfeld komen we zo nog even op terug, Dina. Dus ik wil je nou wel even afstappen. Ja, laten we dat. En wat natuurlijk ook belangrijk is, het motto, wat ook landelijk is, geef vrijheid door. Dus als je bij een volgende gelegenheid iets voor de vrijheid wilt presenteren, zou ik zeggen, doe deze pin op. Nou, helemaal goed. Ik heb hem ook al opgedaan. We weten nu ook weer een beetje hoe belangrijk vrijheid is, hè? Want we worden allemaal een beetje beperkt nu, dus ja, vrijheid is een groot goed. Ik ga heel even naar de buurman, Jeroen. Jij zit ook in het comité. Jeroen, jij bent heel erg druk geweest om de ondernemers te enthousiasmeren voor jullie plannen. En dan zien we het zo in duigen vallen. Hoe voelt dat? Ja, dat is ontzettend jammer. Goed, hartstikke begrijpelijk dat het niet is doorgegaan. En de gezondheid gaat voor. Maar ik moet wel zeggen dat, ondanks dat dat nu niet doorgaat, het plan natuurlijk wel voor volgend jaar liggen. En wellicht dat we in september ook nog wat gaan organiseren. Daar zijn nog wat ideeën over. Alleen we weten nog niet precies hoe we dat gaan vormgeven. En of dat überhaupt op die datum ook kan, waar we aan zitten te denken. Waar we gewoon heel blij mee zijn, is dat de ondernemers hier in Neder, dat is altijd weer super. Hoe zij ons steunen bij allerlei maatschappelijke dingen die we organiseren. Het was niet in no-time geregeld, hè. Dat kost natuurlijk best wel wat moeite, maar de ondernemers zijn heel erg bereid om dit soort goede dingen te steunen. Dat is zeker niet voor niks geweest? Dat absoluut niet, nee. En al die leuke dingen die jullie bedacht hadden, die gaan na 2021? Voor zover het mogelijk is, dan gaan we er allemaal naar
21 zuiver, ja. Ja. Nou, laten we dat in ieder geval hopen. Jullie hadden bedacht om op 1 april bij de officiële openingsfeestje en bij een hernieuwingsfeestje en op 9 mei, want dan zouden jullie nog concert houden, gaan ook niet door, om dan wat leuks te doen voor de bezoekers. Ja, misschien kun je daar even wat over vertellen, want daarom zijn we hier in de bakkerij. En ja, we zijn allemaal mooi in de oranje schort gehuld natuurlijk, want ja, bij vrijheid hoort natuurlijk ook de kleur oranje. Maar Dinant, vertel eens, want Twan heeft allemaal lekkere dingen. Wat zien we daar? We zijn hier bij bakkerij Stroeter geweest. We weten dat ze erg creatief zijn. En we hadden het idee om een suggestie gedaan. Kunnen jullie iets, een bevrijdingskoekje of een bevrijdingsgebakje maken? En dan mogen we helemaal over nadenken, wat natuurlijk gezegd. En dat is een tijdje over nagedacht. Nou, ook hier hadden ze natuurlijk het coronavirus op bezoek. Dus helaas is 1 april niet gelukt. Maar we zijn nu 2 weken verder en nu is het wel gelukt. En ik ben benieuwd wat het geworden is. Dus Twan zal ons vast iets van kunnen vertellen. Ja, Twan, jij hebt op verzoek eigenlijk van het comité. Het mooie zo, helemaal zo een hele winkel nodig heeft voor een interview trouwens. Ja, helaas ook staan we dichter bij elkaar. Maar ja, daar zijn strenge regels van. Maar wat heb jij gemaakt? Dinant kwam bij ons en die gaf het idee dus met 75 jaar vrijheid. En natuurlijk willen wij daar als ondernemer op inspelen. En wij kunnen natuurlijk ons eigen product maken, dus daar kun je helemaal mooi op inspelen. En ze hadden een supermooi logo wat we konden gebruiken. We hebben gekozen voor 2 dingen. Dat is hier het vierkantje. Mag ik er wel even eentje van proeven? Ja, die had even al geproefd. Maar Bas nog niet, hè? Ik nog niet. Je kunt nog wel geproefd. Beetje aansterk, hè? Kijk eens aan. Dit is 1,5 meter. Lekker. Ja, dat is het vierkantje. En dan hebben we voor de rest nog het oranje koekje. Dat is zeg maar gewoon een echt authentiek roomboterkoekje met chocola van oranje dip, zeg maar, en hazelnoten. En die zijn ook al getest en volgens mij ook goed bevonden. We hebben als comité een proefbaksel gekregen en het proefbaksel smaakt uitstekend. Dus we hebben het groene licht voor gegeven, maar het is oranje licht voor gegeven. Ja, we hebben met corona gedoe en nou kan er al zoveel niet doorgaan. Laten we dan met z'n allen van de Koningsdag en van alle feestjes wie we dan hebben wat moois van maken. Ook al is het thuis. Ja. Koningsdag wordt woningsdag zo'n beetje. Maar dus alle oranje spul is verkrijgbaar. Helemaal goed. Nou, Dinant dus niet uitgedeeld. Die gaat de brum. Ja, nou dat doen. En vanaf nu bij bakkerij Stroet verkrijgbaar. En een klein beetje van Stroet en een klein beetje van Dinant. Laten we daar maar mee eindigen. Is smakelijk. Smakelijk. Smaakt prima.